Een grote keuken in het Limburgse Heerlen werd tot voor kort iedere woensdagavond in beslag genomen door een aantal enthousiaste, kooklustige heren, die er op efficiënte wijze vertrouwd werden gemaakt met de geheimen van de culinaire kunst. Elke week stond er een ander menu op het lesrooster. De mannen volgden een cursus waarop vrouwelijke deskundigen hen een opleiding gaven die hen in staat moest stellen in geval van nood of onder andere omstandigheden de taak van de vrouw des huizes over te nemen. De belangstelling voor de lessen was bijzonder groot en cursisten uit alle beroepen wijden zich met overgave aan de bereiding van een grote verscheidenheid van gerechten. De receptenleer leverde vaak verhitte discussies op, die soms tot het kookpunt geraakten. Meer dan ooit leerde de man op deze cursus de vrouw waarderen, die ontelbare handen schijnt te bezitten, handen die ook nog vuurvast zijn. Aan het slot van iedere les mochten de leerlingen proeven van hun eigen bekwaamheid. Het was een grondige leerschool die de heren van Heerlen kregen voorgeschoteld. Zo een waarin alle keukenperikelen werden behandeld. De meeste waren nieuw voor de mannen, omdat hun ervaring tot dusver begon en eindigde bij de afwas.